Nou, we kennen elkaar natuurlijk al een tijdje van uit de vorige periode, uit de vorige tijdperk, zeg maar. Luf en BZN. Nou, wij hebben elkaar zeg maar een half jaar geleden echt weer echt hadden we de tijd hadden om met elkaar te praten. En ik wilde eigenlijk een plaat maken, maar niet alleen. En toen heb ik aan José gevraagd of die met mij een plaat wilde opnemen. En nu is het zover. Hoe zijn de verwachtingen dan? Nou, laat ik het zo zeggen. De reacties zijn erg leuk, hè? Ja, absoluut. Dat valt ons allemaal wel erg mee, ja. Ja. Wat had je ervan verwacht, José? Je verwacht niks meer in deze moeilijke tijd. Maar wat Annie al zegt, de reacties. We hebben de twee grootste tv-programma's van Nederland waar we in gezeten hebben. Dat is Live in Cooking en Paul de Leeuw. En verder... heel veel regionaal. En dus ja, de mensen schijnen het leuk te vinden. Nou, het moet nu nog gaan blijken natuurlijk. Een grote wens? Een nummer 1 hit? Zou leuk zijn, hè? Nou, dat zou leuk zijn. Wat levert dat nog een beetje wat op dan tegenwoordig, een nummer 1 hit? Qua platen niet, maar wel... dan is het ook leuk als je optreedt. En optreden is natuurlijk wel... Maar het gaat er voornamelijk om dat we het leuk vinden. Want alleen optreden, zowel Annie als ik, hebben daar niet zo zin in. Het is niet zo leuk om... Ja, je kan alleen maar op de mensen reageren. En als de mensen toevallig een keertje niet leuk vinden, dan sta je er toch alleen.